Dit is SBS Dutch. SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio. Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio. Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 25 september en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Welkom. Het komende uur aandacht voor een nieuwe internationale fellowship die in het leven is geroepen na een partnerschap tussen de Nederlandse ambassade in Canberra, de National Gallery of Australia en het Wereldmuseum in Leiden. Tina Baum, de senior conservator van First Nations kunst bij de National Gallery, is de eerste fellow en vliegt volgende maand naar Nederland om de bijna 3000 stukken tellende collectie van Australische First Nations art van het Wereldmuseum in Leiden te bestuderen en om kennis en cultuur te delen. Verder kunt u luisteren naar een interview met voormalig voetballer Ernest Faber. Hij is sinds eind juli de technisch directeur bij voetbalclub Adelaide United. We zochten hem maandag op bij het Cooper Stadium in Adelaide. Het toeval wilde dat we bij het stadion ook drie Nederlandse backpackers tegen het lijf liepen. En die waren daar speciaal voor de Nederlandse voetballer Bart Vriends. Of de jongens hem ook te spreken kregen, dat hoort u later. Dat en muziek allemaal het komende uur bij SBS Dutch. We beginnen nu, zoals iedere woensdagmorgen, met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 25 september. Mijn naam is Paulien Roesink. De Veiligheidsraad van de VN komt vanavond laat bijeen om het conflict in Libanon te bespreken. Ondanks wijdverbreide internationale oproepen tot de-escalatie blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat de Russische president Vladimir Poetin niet oprecht is en omschrijft diegene die met hem willen onderhandelen als krankzinnig. Zelensky zegt dat Rusland gedwongen moet worden om te stoppen met de invasie van Oekraïne, omdat het niet uit zichzelf zal stoppen. Google breidt zijn kunstmatige intelligentieproduct voor online zoekopdrachten uit naar Australië. Er wordt gekeken of de door de kunstmatige intelligentie gecreëerde samenvattingen zorgen voor meer kliks op links door gebruikers. Het product van Google, bekend als AI Overviews, werd sinds mei getest in de Verenigde Staten. Thailand is het eerste land in Zuidoost-Azië dat het homohuwelijk erkent. De koning heeft zijn goedkeuring gegeven aan de nieuwe wet die in juni door het parlement werd aangenomen. De wet treedt over 120 dagen in werking, wat betekent dat de eerste huwelijken naar verwachting in januari zullen plaatsvinden. De politie van Victoria heeft haar zoektocht naar het lichaam van de vermiste vrouw Samantha Murphy uit Ballarat hervat. Begin februari verliet Murphy haar huis in Ballarat East om een rondje te gaan hardlopen, maar ze keerde niet terug en is sindsdien vermist. Ondanks verschillende uitgebreide zoekacties is haar lichaam nooit gevonden. De NOS meldt dat de Tweede Kamer een verbod wil op de bouw van munitieopslagplaatsen in het Groningse aardbevingsgebied. Een motie daarover behaalde een meerderheid. Mensen in het aardbevingsgebied mogen niet nogmaals gedupeerd worden door onteigening en gedwongen verhuizing om de komst van een munitiedepot mogelijk te maken, zo staat in de motie. Defensie onderzoekt 8 mogelijke opslaglocaties in het noorden van het land. 3 liggen in Groningen, alle 3 in het aardbevingsgebied. Het kabinet wil begin volgend jaar een besluit nemen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch.
gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. Veel Australiërs die een uitkering ontvangen zijn nu helemaal uit de huurmarkt geprijsd of kampen met ernstige huurstress. Dit speelt in alle hoofdsteden en grote regionale steden. Een nieuw rapport van de belangenbehartigingsgroep Everybody's Home schetst het probleem als grotendeels veroorzaakt door huurverhogingen en uitzettingen zonder reden en roept op tot dringende hervormingen. Dit is SBS Dutch. Huurverhogingen hebben Caitlin, die afhankelijk is van het Disability Support Pension, gedwongen om een groot deel van haar volwassen leven veelvuldig te verhuizen. There's so much trauma that comes with living in housing insecurity for so long that it usually triggers like an extreme trauma response for me every time. Op 38-jarige leeftijd woont ze in een sharehouse en zegt ze dat ze waarschijnlijk de rest van haar leven zal huren. This last move cost me $2,500 because being physically disabled, I just can't do a lot of the moving labor myself, so I have to pay people. And that's even with friends helping. Net als Caitlin hebben veel Australiërs die afhankelijk zijn van Commonwealth Rent Assistance of die rond moeten komen van het minimumloon te maken met ernstige huurproblemen. May Aziz van Everybody's Home zegt dat dit het geval is, zelfs na de onlangs ingevoerde indexeringswijzigingen, waardoor het ouderdomspensioen, de jobseeker en de disability-uitkering iets omhoog zijn gegaan. What we found is that across Australia there is practically no region of the country where a person on a low income can afford to pay the rent. If you're on JobSeeker in a capital city, the average unit rent is 124% of your income, so you really can't afford to rent. If you're on the age pension or the disability support pension, it's 90% of your income. If you're working full time and you're on the minimum wage, it's 80% of your income. So what we're seeing is that the housing crisis, we've seen it climb up the income ladder in the past couple of years, but we're still seeing that it's the people on the very lowest incomes who are missing out the most. De groep leidt een nationale campagne om de betaalbaarheid van huisvesting in Australië aan te pakken. Eerder deze maand kwam hun meest recente Priced Out rapport uit en daarin staat: gebaseerd op de huurprijzen in de hoofdstad zou iemand die het minimumloon verdient na het betalen van de huur iets meer dan $25 per dag over kunnen houden, terwijl mensen met een ouderdomspensioen of disability-uitkering het zouden moeten doen met slechts $8 per dag. En iemand die een jobseeker-uitkering ontvangt, zou helemaal niets overhouden en zelfs $100 tekort komen. Buiten de hoofdsteden zijn de meest onbetaalbare gebieden de Gold Coast, Sunshine Coast, Wollongong en het noorden van West-Australië. Veel mensen die in die gebieden een Centrelink-uitkering ontvangen of leven van het minimumloon, moeten minstens de helft van hun inkomen uitgeven aan huur. Christine O'Connell, woordvoerder van het Anti-Poverty Center, zegt dat het voor haar een al te bekend verhaal is. We know that welfare recipients have been struggling in the private rental market for a long time. And we've also seen that get severely worse over the last year or two. And at this point, a lot of people are breaking and ending up without a home at all because of how bad things have gotten. Voorstanders zeggen dat er verschillende maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken, waaronder een verhoging van de uitkeringen voor inkomensondersteuning, samen met landelijke consistente bescherming voor huurders, belastinghervormingen en meer sociale huisvesting. U hoort Harry Millward, de algemeen secretaris van de Renters and Housing Union. Raising welfare to a livable amount would be a great start in reducing the cost of living crisis. I think that we would like to see public housing built until or acquired until there is no more need for it. As long as there are people on that public housing waiting list, that's a problem. I think that recognizing housing as a human right, the need for shelter, the need to survive, is a human right. Millward zegt dat er ook andere overwegingen zijn. I think that Everybody's Home have the broad strokes right. There's a lot that we would agree with on the issue. I think that they perhaps are too eager to accept community housing as a replacement for public housing. Public housing is more affordable and has more protections for people. It has longer leases.
De federale overheid heeft de ambitie om via het Housing Australia Future Fund de bouw van 13.700 huizen te ondersteunen. Maar premier Anthony Albanese heeft zijn frustratie geuit over het feit dat het Help to Buy-programma politiek op slot zit. What the Greens are doing is that they defer votes on things. What that's done is defer the rollout of public housing, which we need. We announced 13,700 in the first instalment last Monday. That could have been built. People could have been living in them now, except for this game playing that went on. Groene senator Nick McKim zegt dat het de Labour-partij is die met de Groenen moet samenwerken om ervoor te zorgen dat hun wetgeving de huizen niet duurder maakt. Housing affordability has never been worse in Australia. Labour's legislation will actually make it worse again. We can't negotiate with ourselves. Labour should sit down with us and work through a solution to the housing crisis. Voor mensen als Caitlin kan hervorming niet snel genoeg komen. The rent increases need to be frozen immediately. Like, the government needs to freeze rent increases. The rent keeps increasing while the quality of the housing that I'm living in has not increased. So I'm not living in a better place than I was 6 months ago, and I'm not, like, you know, my housemates aren't either. There's so many amenities that didn't come with the rental. It's not like anything has improved. Repairs get ignored, maintenance requests get ignored, but the rent keeps going up. And that's not fair. Dit was een verhaal van Hannah Kwon voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. SBS Dutch op mobiel, online en op radio. Supermarktgiganten worden voor de rechter gedaagd omdat ze de Australische Consumentenwet zouden hebben overtreden. Maar wat voor straffen kunnen worden opgelegd als Coles en Woolworths schuldig worden bevonden? En welke rol kunnen consumenten spelen bij het ter verantwoording roepen van grote bedrijven? SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Grote rode en gele stickers met kortingen waarmee klanten gelokt worden. Maar adverteren de supermarktgiganten wel met een echte aanbieding? Dat is wat de ACCC in de rechtbank ter sprake zal brengen na een door sociale media aangestuurde verontwaardiging. U hoort Gina Cass-Gottlieb, die voorzitter is van de Australian Competition and Consumer Commission. We allege that Woolworths and Coles offered the products at regular long-term prices for 6 months or more, then increased the price for a short period before placing the products on the Woolworths prices dropped promotion or the Coles down promotion at prices higher than or the same as the prior regular price. Coles en Woolworths zouden de Australische Consumentenwet hebben overtreden met hun zwaar gepromote kortingen op honderden populaire producten gedurende respectievelijk een periode van 15 en 20 maanden. Het waren voornamelijk verpakte producten, maar de Australian Competition and Consumer Commission beweert dat er ook gekoelde producten, waaronder zuivelproducten, bij zaten. Een voorbeeld dat gegeven wordt betreft de verkoop van Oreo-koekjes bij Woolworths. Een pak Oreo's kostte bijna 2 jaar lang $3,50. Daarna werd de prijs voor een periode van 22 dagen verhoogd naar $5, waarna de koekjes in de aanbieding waren voor $4,50. Dit komt neer op een uiteindelijke prijsstijging van 29% vergeleken met de vorige normale prijs. Coles deed iets soortgelijks met de prijs van een pakje citroenstrepsels. Die werd verhoogd van $5,50 naar $7, waarna de prijs weer verlaagd werd tot $6. Volgens de ACCC hebben deze tactieken geleid tot miljoenen dollars aan inkomsten voor de supermarkten. Het waren juist de getroffen consumenten die het probleem aan het licht brachten, zoals deze consumenten op TikTok die de aandacht vestigden op iets wat zij noemen misleidende aanbiedingen. Coles and Woolworths pricing is fascinating, and I've got a really great example here. So we have a product that was consistently $4.50 and would go on sale at half price down to $2.25, but we see it jump up to $7, and now when it goes on sale for half price, it's actually $3.50. So is that Woolworths? Was $3, now $2.40. I bet you any money it's $2.40 from the start. Bingo. You're joking. Nah, that's like them all. All of them.
Mevrouw Cass Gottlieb van de ACCC legt uit hoe consumenten het probleem hebben aangekaart. We first identified this conduct because of contact from consumers. We then tracked social media and saw on X, Reddit and TikTok that hundreds of consumers were reporting prices that they did not consider were genuine. We followed that up with our own in-depth investigation using our compulsory powers. Anthony Albanese sprak harde woorden tegen de supermarktgiganten na de beschuldigingen van de ACCC. De premier kondigde het ontwerp van de regeringsgedragscode voor voedsel en boodschappen aan, die ze dit jaar ter goedkeuring naar het parlement zullen sturen, waardoor supermarktgiganten miljoenen dollars boete opgelegd kunnen krijgen voor ernstige overtredingen van de code. These are serious allegations that the ACCC is bringing before the courts. If this is found to be true, it's completely unacceptable. This is not the Australian spirit. Customers don't deserve to be treated as fools by the supermarkets. Maar de ACCC is terughoudend in het noemen van boetebedragen die deze supermarkten zouden kunnen krijgen. Alan Fels is de voormalig voorzitter van de ACCC en denkt dat het waarschijnlijk is dat de supermarkten boetes zullen krijgen. The ACCC has to prove its case, but it's already got a lot of evidence. And false discounts is already well established in the courts as unlawful and deceptive. And what kind of penalties are you expecting that Woolworths and Coles might face here? Hundreds of millions of dollars if found guilty. Professor Fels zegt dat hij hoopt dat de boetes hoog genoeg zullen zijn om de supermarkten ervan te weerhouden zich bezig te houden met deze praktijken die hen doorgaans enorme winsten opleveren. 20 years ago the penalties were very low. Now they are much higher. But the problem is they're still seen as a worthwhile cost of doing business when a behavior earns big profits. So this time I hope, if found guilty, the courts will come up with very big fines to deter this systematic misleading conduct. Philip Clark is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Melbourne en een expert in consumentenrecht. Hij deelt een eerder voorbeeld van het bedrijf Kogan dat schuldig werd bevonden aan het misleiden van consumenten met kortingen. Het federale hof beval Kogan Australia een boete van $350,000 te betalen voor het doen van valse of misleidende verkoopacties in strijd met de Australische Consumentenwet. Het bedrijf adverteerde 4 dagen lang dat klanten een code konden gebruiken waarmee ze 10% korting zouden krijgen. Maar Kogan had de prijzen van meer dan 600 producten vlak voor die promotie juist verhoogd. Professor Clark zegt dat Coles en Woolworths met soortgelijke beschuldigingen worden geconfronteerd. And essentially what's being alleged against Coles and Woolworths is the same thing. That they're engaged in spiking the price in order to then drop the price and create the illusion that consumers are getting a discount when in fact they're not. That the price they're paying is essentially the same as that which prevailed before the price spiked. Consumentenorganisaties zeggen dat het waarschijnlijk is dat de supermarkten hebben geprofiteerd van deze promoties. Consumentengroep Choice schreef eind vorig jaar aan de ACCC over een promotionele claim van Coles nadat uit hun eigen onderzoek zou zijn gebleken dat Coles de prijzen verhoogde voor het einde van de aanbiedingsperiode. Dus wat kunnen consumenten in de tussentijd doen om potentieel misleidende aanbiedingen te vermijden? Rosie Thomas, campagneleider bij Choice, legt het uit. The best thing to do is to focus on the unit price on a pricing label. So that's the numbers that are often quite small next to the price that tells you what the price is per 100 grams or per item. Comparing these prices is the best and most objective way to make sure you're getting value for money at the supermarket. Consumenten hebben absoluut een grote rol gespeeld bij het vestigen van de aandacht op deze kwesties via sociale media, zegt professor Clark. Consumers then, through consumer organisations, can look a little bit like police officers on the beat, as it were, keeping firms honest by bringing to the attention of the ACCC more readily activities like the one that's currently
being prosecuted, so that they're more aware of it more frequently. And this may cause the businesses to be rather more concerned to act fairly and honestly. Maar de consumentenwetgeving schiet tekort in het voorkomen van buitensporige prijzen. Een wet zal daar volgens professor Vuls waarschijnlijk niet veel aan veranderen. Maar hij stelt wel een andere vraag. Wie wist er van deze praktijken? The lack of competition makes it much easier for the giants to get away with this kind of behavior. But there's another point. As you said, many consumers noted this conduct and reported it to the ACCC. I'd like to ask, who knew about it in the big retailers? If ordinary consumers making limited inquiries knew about it, how high did it go in Coles and Woolies, the knowledge of this behavior? De ACCC doet ook een beroep op Woolworths en Coles om naast hun bestaande liefdadigheidsprogramma's een geregistreerd goed doel dat maaltijden verzorgt voor Australiërs in nood financieel te ondersteunen. Dit was een verhaal van Catriona Stewart voor SBS Nieuws en dat werd door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast en blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. De Nederlandse ambassade in Canberra, de National Gallery of Australia en het Wereldmuseum in Leiden zijn een partnerschap aangegaan en hebben een nieuwe internationale fellowship in het leven geroepen. De Nulaway Dulayara Fellowship heeft als doel om interculturele kennisoverdracht en nieuwe connecties te bevorderen door betrokkenheid bij de Aboriginal en Torres Strait Islander bevolking en culturen. Zenia Hanusiak, de Senior Policy Officer van de Nederlandse ambassade, licht het initiatief toe. We have a new cultural policy that looks beyond heritage, that looks at the Dutch-Australian cultural relations through the lens of First Nations people, through diverse communities, and through sustainability. So our cultural policy is really extending into what it means to be Australian, and that means the breadth of Australia. So the idea is that a First Nations Australian Indigenous curator, historian, or artist would go to the Netherlands and view the assets and the exhibition and all the objects that they have from the First Nations perspective, so that any visitor to the World Museum would be able to see the breadth and depth of that exhibition, that asset through the Indigenous eyes, not just the European eyes. Tina Baum, senior curator van First Nations art bij de National Gallery en een Larrakee Waterman en Karajari vrouw, is de eerste fellow. In oktober reist ze naar Nederland, waar ze 4 weken lang haar kennis en cultuur zal delen met de collega's van het Wereldmuseum. I'm really looking forward to the exchange of knowledge and information. I've got a really strong passion in what I call indigenizing the way that we work in museums and galleries. You know, they're Western institutions. Our cultural objects don't always sit comfortably within these spaces, but, you know, I want to look at how we can incorporate more of a First Nations presence and incorporate language or more appropriate ways of representing the artists and the art in these spaces, whether it's through language, through, you know, rewriting of labels and, you know, extended text that contextualizes the artists and the artworks from a First Nations perspective, and, you know, to elevate their stories and their presence in the organizations that I may work in or visit over there. Bij het Wereldmuseum in Leiden kijken ze uit naar de komst van Tina Baum.
Ja, we zijn heel druk bezig met de voorbereidingen en ik vind het fantastisch. Ik denk voor het museum is het echt een unieke gelegenheid dat we kunnen samenwerken met met inheemse mensen en heel specifiek in dit geval met iemand uit inheems Australië. Aldus Wonu Vijs, curator Oceanië van het Wereldmuseum. Het museum in Nederland is met ruim 2900 stukken in het bezit van de grootste collectie Aboriginal en Torres Strait Islander kunst in Europa. Ja, de collectie bevat ongeveer 3000 voorwerpen en daarvan zijn er ongeveer 750 hedendaagse kunstwerken. En de andere 2000 plus objecten, komen uit wat we vaak traditioneel Aboriginal Australië noemen. En die zijn via hele verschillende wegen eigenlijk hier naar het museum gekomen. Welke route de artefacten hebben afgelegd en onder welke omstandigheden ze in Nederland zijn beland, is niet van ieder stuk precies te vertellen. Maar zover nu bekend is, zit er geen gestolen kunst tussen. U hoort Tina Baum, de First Nations art curator van de National Gallery. From what I understand, many of the works were, ethically collected, and that engagement with artists and communities occurred, which is really, really important. It's not just a commodity that was collected and then just, taken overseas. Wonu Vijs van het Wereldmuseum vertelt dat musea onderling ook kunst hebben geruild. De oudere collectie is voornamelijk uit de 19e en 20e eeuw. En die is hier gekomen vaak door uitwisselingen, door ruil. Dus zowel met Australische musea als ook met Europese musea. Wij hebben bijvoorbeeld een hele grote collectie uit de voormalige kolonie Nederlands Nieuw-Guinea, dus het westelijk deel van Nieuw-Guinea. En toen in Europa in de 19e eeuw was er heel veel interesse in dat soort collecties. En dat werd dan uitgewisseld met musea waar ze een grotere collectie bijvoorbeeld hadden uit Australië. Andere dingen zijn ook gewoon ter plekke verzameld. En daar zijn we eigenlijk continu mee bezig om onderzoek op te doen. Daarnaast laat het museum haar collectie regelmatig checken op herkomst om eventuele gestolen artefacten op te sporen, zodat die mogelijk gerepatrieerd kunnen worden. We werken heel nauw samen met IATSIS en die doen om de zoveel tijd een review van alle collecties, eigenlijk zowel in Australië als buiten Australië. En wij werken daar heel nauw mee samen. En dus tot nu toe hebben we eigenlijk nog niks gevonden wat onmiddellijk voor teruggave bijvoorbeeld in aanmerking zou komen. Maar dat is een continu proces, dus dat houden we echt wel goed in de gaten. In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd honderden roofkunststukken gerepatrieerd. Zo gaf het Metropolitan Museum of Art in New York 14 sculpturen terug aan Cambodja die tijdens een oorlog waren geroofd. Nederland gaf vorig jaar voor het eerst objecten terug aan Indonesië en ook Sri Lanka. En vorige week werden wederom 288 cultureel erfgoedstukken teruggegeven aan Indonesië. Maar repatriëring is niet vanzelfsprekend. Zo ontstond er vorig jaar een diplomatieke ruil tussen Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, nadat de Griekse premier op BBC Radio had gezegd dat hij wil dat de Pantheon-sculpturen, die in het British Museum staan, terugkeren naar Griekenland. Rishi Sunak, de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk, cancelde daarop een meeting met zijn Griekse collega. First Nations curator Tina Baum vindt dat musea goed moeten afwegen wat de toegevoegde waarde voor hen is om gestolen artefacten te behouden. You know, I think museums and galleries, once they start, self-reflecting and reassessing what the value is in having these works, I think, once they realize that there's value in building these relationships and creating contemporary collections, I think, it works best for all parties, but first and foremost, any illegally taken or stolen goods should be returned. It's the right thing to do. Binnenkort brengt Tina dus in het kader van de Ngulowai Dulayara Fellowship een bezoek aan Nederland en kan ze de Australian First Nations collectie van het Wereldmuseum eindelijk in levende lijven bewonderen en het gesprek aangaan met haar Leidse collega's. Een ervaring die van onschatbare waarde is, zo zegt ze. Professionally, it's an invaluable experience.
I think I've got a wonderful opportunity to continue those conversations and contribute to the Vereld Museum in the Netherlands to continue that conversation and say that, you know, the Dutch have been visiting Australia since 1606, visiting the Aboriginal people on the Cape in Queensland. And, you know, there are so many Aboriginal families that have that Dutch heritage in Australia. So, you know, it's a story that has been told in communities and families for generations about this ongoing connection. So I'm really looking forward to continuing that conversation and contributing what I can back in the Netherlands about Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, culture, the art, and just to foster that beautiful engagement and relationship that has been built and is continuing to be built in Australia and over there. So I'm really, really excited. Monovees hoopt dat Baum haar ook meer inzicht kan geven over hoe ze bijvoorbeeld deze Australische indigenous artefacten op een gepaste en respectvolle manier kan tentoonstellen. Bijvoorbeeld elementen zoals hoe stel je bepaalde dingen op, hoe ga je om met voorwerpen die bijvoorbeeld secret sacred zijn. Hoe laat je dat, maak je dat duidelijk aan een publiek wat niet noodzakelijk daar veel kennis van heeft, van dat soort ideeën, van dat soort concepten. Dus ik denk ook zelfs op breder vlak, zelfs als het niet gaat over specifieke objecten of specifiek de algemene concepten, denk ik, kunnen echt heel waardevol zijn. Waardevol en belangrijk, want voor Aboriginal en Torres Strait Islander volkeren is kunst de kern van hun identiteit. It's one of those key elements, you know, along with arts, culture, they're all intertwined. And, you know, now of course we have this incredible history within Australia that we also sort of include in that, but the arts and that cultural and historical expression, the visual, the performance through storytelling, through language is really, really critical to who we are as you know, First Nations peoples. So I'm just excited to connect with the works. For me, it's not just they're not just objects that are just over there. I really want to be able to connect, you know, spiritually with them as well as physically, and to talk to, you know, these collections, whether they're historical or contemporary, because I think it's important to have those ongoing connections. They may not be from my community, but as an Aboriginal woman going over there, I really look forward to, you know, maintaining that kind of connections, you know, with the works and to highlight them back home as well through my sort of travels online that I might post up. So, yeah, I think watch this space. I'm looking forward to seeing what real gems present themselves to me when I get over there. Aldus Tina Baum, senior conservator van First Nations kunst bij de National Gallery. Nu bij SBS Dutch muziek van Johnny Lyon. Dit is Sofietje. Oud-voetballer Ernest Faber maakte in 1990 zijn debuut als profvoetballer. Hij speelde een seizoen bij NEC en Sparta en werd een tijdje verhuurd aan Groningen. Maar PSV was zijn club. Na zijn actieve sportcarrière ging hij het trainersvak in en stond hij aan de zijlijn als hoofdcoach van FC Eindhoven en NEC en was hij assistenttrainer bij PSV en ook het Nederlands elftal. De afgelopen jaren was Faber verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van PSV, maar in juli begon een nieuw avontuur in Adelaide. Bij voetbalclub Adelaide United, die uitkomt in de A-League, is hij begonnen als technisch directeur. We zochten Ernest maandag op in Cooper Stadium, maar die vertelde dat hij inmiddels best wel gewend is. Ik ben hier vanaf eind juli al en een paar mooie intensieve maandjes gehad, of weken. En ik wil zelfs niet meer na te denken bij het linksrijden met de auto, dus ik stap aan de goede kant nu tegenwoordig in. Ik drink veel hydratiedrank in plaats van vele koffie wat we in Nederland doen. Het enige wat ik nog af en toe wel moet doen is frikandel speciaal. Ik zit weer aan de Brinta. Met Griekse yoghurt met Brinta. Ja, dat is wel even wennen, maar. En dus ben ik helemaal weer thuis hier.
Maar het grote verschil tussen Eindhoven dan, waar je werkte, en nu hier Adelaide? De afstanden. De stad is groot, 1,3 miljoen inwoners. Alles is mooi uit elkaar gebouwd. Ze hebben heel veel ruimte hier nog. Heel veel mooie rechte wegen. Allemaal 3 tot 6 baans. Iedereen rijdt ook gewoon aan de snelheid. Dus 50 is 50. Dus je valt als Nederlander heel snel op in het begin. Maar goed, je wordt ook heel snel geflitst hier. Dus dat past. Leer je ook weer af? Dan leer je snel af, ja. Het is een dure leerschool. Ik begin het heel erg wennen, maar nu ik pas mij gewoon aan. Ik luister muziek of telefoneer of podcast in de auto. En je hebt altijd wel 20 tot 30 minuten nodig om van afspraak naar afspraak te gaan. We zitten ook met de club, zitten we in het stadion waar we nu zitten. Trainingscentrum is ongeveer 20, 30 minuten rijden. En over waar we trainen of spelen is precies die 30 minuten die je moet rijden. Maar je past je aan. Ik had ook een beetje het gevoel toen ik in Groningen zat, van Eindhoven naar Groningen, dan was de afstanden ook groter. Iedereen stapt gewoon in de bus, doet niet moeilijk en gaat zitten. Nou, hier gaat iedereen in het vliegtuig en alle uitwedstrijden is vliegen. Ja. Niemand die moeilijk doet, allemaal netjes in de rij. Andere discipline wat ik gewend ben. Ja, heb je al met de bus of zo gereden? Waar mensen netjes in een rij gaan staan als ze de bus in willen? Nee, niet met de publieke bus. Maar de bus met de spelers, ja, is precies hetzelfde. Zij helpen netjes mee. Kijk, hier heb je nog één materiaalman. In Eindhoven had je er 3 of 4 die allemaal eigen busje hadden. Maar hier, alle spelers helpen mee. Iedereen wacht gewoon. Ook de technische directeur, die sjouwt die ballen. Dus dat doe ik ook. En iedereen, de hoofdtrainer helpt mee. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Dat is het wie wat ze vooral hebben, het ergens bij horen, dat is wel belangrijk. En ja, netjes in de rij. Dus ik sta ook gewoon netjes in de rij. En ik hoef niet meer voor te dringen zoals ik misschien gewend ben. Maar het is comfortabel, het is mooi, het is lekker weer. Het is niet dat ze regen hebben, dat hebben ze ook wel. En dan zie je wel dat ik nog een Nederlander ben, want in de regen gaat iedereen schuilen. En ik blijf gewoon lekker staan. Dan denk ik, nou, dat is goed. Dat is goed voor het gras. Ja, het leven is mooi. Ja. Was de keuze moeilijk om te beslissen? Je laat kinderen in Europa achter. Ze zijn al wat groter, maar toch, je zit aan de andere kant van de wereld. Vrouw is mee, hè? Maar was dat moeilijk om die keuze te maken? Nee. Eerst nee, omdat ik ben hier geweest. Toen dacht ik van, nou ja, ik zou hier ook wel best wel kunnen gaan wonen met pensioen. Als ik straks klaar ben, dan ga ik hier lekker met de familie heen. En dan genieten van de mooie omgeving, het mooie weer. En ja, natuurlijk is het moeilijk omdat ik had comfortabel PSV, mooie job. Ik had nog een paar jaar contract. Dus ik had helemaal niet de behoefte om weg te gaan. Maar we hadden een partnership en ik zag de uitdagingen van in een rol die ik nog niet zou kunnen bekleden in Nederland. Ik had er net wat vooropleidingen voor gedaan. Ik denk, nou ja, in de partnership die we hebben zou het een mooie kans voor me zijn. Komt die kans later nog? Heb ik dan nog de ideale situatie? Ik denk, nee, nu zijn de kinderen mooi. Midden 20 hebben het goed voor elkaar, kunnen zich zelfstandig bedruipen. Mevrouw kwam mee. Ouders nog van mevrouw dan nog goed mobiel om ze uit te nodigen. Maar er zijn er helaas niet meer. Het is het ideale moment om, als ik hier wilde doen, was het nu. Ja. En zo is het gegaan. En dan is het natuurlijk wel lastig, want op een gegeven moment zit je alleen. Voor mij is als ik alleen zit, dan ben ik aan het werk. Dus dan heb ik de afleiding. Maar het is altijd moeilijk om contact te zoeken, omdat ik ga naar bed, zij staan op, zij gaan naar bed en ik sta op. Heel lastig. In het begin was ik 's nachts heel veel wakker. Maar nu ben ik eigenlijk meer het ritme van Australië heb ik. En mis je natuurlijk wel het contact met de thuisfront. Dus ben ik vooral heel erg bezig. Bij PSV was natuurlijk met de talenten en de academy bezig. Nu technisch directeur. Wat is jouw missie voor Adelaide United? Een missie. Ja, ik zie weer een mooie missie vanuit de kernwaarden ze allemaal hebben, weet je wel. Dus, de missie vooral is hier dat ik vind dat er hier heel veel potentie zit. En niet zozeer alleen op het veld, maar ook zeg maar, rondom de andere werknemers. Iedereen is heel erg begaan, heel erg gepassioneerd. Ze willen allemaal bij de club horen. Dus ja, een beetje zo'n beweging is hier. De club is belangrijk voor de stad. Het is de enige profclub in deze staat, Zuid-Australië, is Adelaide. Dat is ook maar één voetbalbond, die ook wel, we hebben ook een samenwerking met hun. Dus je bent ook middelpunt van de gemeenschap. Een beetje wat ik in Groningen ook heb ervaren. Een beetje als PSV, het is de familie. Heel comfortabel, maar ook fanatiek. Ze zijn eigenlijk bezorgd om de club, maar het is ook een soort van movement. Dat zie je ook aan echt voetbalstadion. Meestal zit het vol.
Dan is het ook comfortabel, maar het is ook wel even wennen geweest, omdat de taal, Engels, gaat steeds beter, moet ik zeggen. Het is ook even lastig om ze te verstaan. Zij konden mij ook dan lastig verstaan. Misschien te veel Brabant spreekt, dat kan natuurlijk nog. Maar het is wel leuk, omdat ze zijn zo vrolijk, die mensen, zo gastvrij. En dat hebben wij ook als PSV'ers zijn, hospitality. Het enige wat lastig is in de regels hier, ze hebben zoveel regels, denk ik, ja. Elke regel heeft weer een nieuwe regel, en daar zitten we drie regels onder. Mm. En wat is nou een regel? De regel. En zo ben ik een uitzondering op de regel. Ja, nou, vooral die. Die ben ik aan het zoeken. Is dan geen uitzondering op de regel? Ja. Maar mensen zijn fijn, vrolijk. Nee, heb je zelf ook ervaren hier. Maar ik snap het ook wel, om deze omgeving is een van de meest livable cities of the world. Ja, snap ik wel. Mm. Ja. Nou, is er natuurlijk een heel groot verschil tussen het niveau voetbal in Europa en hier in Australië. Wat is het idee met die samenwerking met PSV? Hier een jong talent kweken en hup, naar Europa voor ervaring? Nou ja, kijk, gemiddelde niveau van deze spelers is maar ze zijn heel erg atletisch. Het is ook een beetje hun Olympische, ploeg. Dus, die doen heel veel met ranglijsten. Allemaal wel heel goed getraind. Ze zijn allemaal echt fysiek atleten zijn het allemaal. Het voordeel in dit land is dat ze zijn nog geen sport nummer 1 voetballen, nummer 3. Maar bij de jeugd zie je wel dat ze nummer 1 zijn. Iedereen gaat tegenwoordig voetballen. Maar dat wist ik toen ook, toen ik hier kwam, dacht ik, je zit een beetje als we toen in Amerika, weet je, met de MLS. Iedereen wil graag gaan voetballen, ze willen allemaal graag naar Europa toe. Heel veel jonge spelers hebben een dubbel paspoort. Je hebt veel heritages, hè? De Griekse, de Kroatische, de Italiaanse. En ze willen graag, ze zijn heel erg bereid om te leren. Ik denk, is die combinatie is ideaal om nieuwe scoutingsbronnen te boren. Maar ook gewoon samen te werken, want het is ook een mooi land voor ons. Ze werken altijd twee kanten. Ze willen graag leren van ons en wij van hun. Omdat je hier, als je kijkt hoe hun dat atletische vermogen uiteen heb gezet in programma's, dan zijn zij, denk ik, de beste van de wereld. En daarom zal ik de meeste medailles op de Olympische Spelen. Zij kunnen pieken op een heel mooi moment en daar doen zij supergoed in met heel veel kennis en talent. Ja. Mm. En daar zit die wisselwerking ook in, dus het is niet alleen brengen, ook leren van. En die twee werelden heb ik ook ervaren in PSV. Al die spelers die we bij ons hebben gehad, die brachten iets speciaals, weet je. Want dat bezetene, altijd goed voorbereid zijn, de positieve, het rennen. Iedereen kan hier heel hard rennen en veel rennen. Terwijl wij veel technischer zijn dan tactischer. Nou ja, die twee elementen kunnen we wel elkaar versterken. Het voordeel is denk ik hier dat je ook... Het voelt een beetje als Europa, omdat je hebt allerlei wijken of stadsdelen. Heel veel clubs hebben een Griekse achtergrond, een Kroatische. Ik speel eigenlijk bij Champions League hier. Zie je ook Nederlands talent rondlopen? Ik bedoel, we hebben Bart Vriends daar straks meer over natuurlijk. Maar jong talent heb ik het over, hè? Met die heritage achtergrond Nederlands. Ja, kijk, echte Nederlanders zitten hier niet zoveel. Het is wel dat je, omdat ze allemaal natuurlijk een Europese achtergrond hebben, vanuit hun geschiedenis, die nog vrij jong is, zie je wel heel veel Europese kenmerken. Dus het luistert heel nauw naar elkaar. Moest je dromen van Barça of van Juventus? wat Spanjaarden, die moet ik zeggen. Maar je kunt heel snel, ze zullen zich heel snel aanpassen in Europa. Mm. Omdat ze meestal nog naar Europa gaan. Yeah. Omdat de familie nog zit. En dat is natuurlijk wel makkelijk hier. Maar je ziet nu ook langzaam dat, omdat Bart hier toegekomen is. En ik zit er dat ik ook vanuit Nederland ook de belangstelling krijgen van, de weg is ook gevonden naar hier toe. Want ik ben een van de weinigen die misschien wel wat voorgangers bij mij geweest. Maar nu heb je twee wegen gevonden die elkaar natuurlijk kruisen, maar ook elkaar aan het versterken zijn. Omdat ik denk dat hier ook veel te halen valt voor ons. Niet alleen in levenservaring, maar ook in hoe zij met het studie omgaan. Hoe zij met een atleet zijn, hoe ze dat perfectioneren. Het is natuurlijk de afstanden die ze hebben. Het is een eiland, een groot eiland, waarin heel veel mogelijkheden zit, heel veel talent. En daarin zit ook wel een mooie win-win situatie voor ons in. Nou ben je wel van de landskampioen in Nederland naar Adelaide gegaan. Dat is wel een verschil. Maar ook, je kijkt alleen al, kijk hieruit op het stadion. Klein verschilletje met het PSV-stadionka-formaat. Waar kijk je het meest in uit?
Nou ja, kijk, wat kijk mensen natuurlijk de wedstrijden, omdat, kijk, LA is een beetje misschien PSV van een aantal jaren geleden. Zij wilden wat doen met hun opleiding, ze wilden wat doen met hun club. Ik heb natuurlijk 40 jaar gezeten in Eindhoven. En er is een punt geweest waar ik zeg, hé, dit is herkenbaar, hier zie ik het ook. En zij willen graag door, nou, daar kan ik ze wel bij helpen. Want je moet ergens starten. Ze hebben allemaal heel veel goede ideeën hier, is echt perfect. Ze hebben al mooie initiatieven. Het wachten zit er meer, een beetje meer, denk ik, in de regels die er heel veel zijn in dit land. Voor alles wat je moet starten, moet je weer aan bepaalde regels voldoen. Maar op het moment is wel herkenbaar voor mij. Ze wilden investeren in de jeugd. Ja, dat deden we in 2004 ook. En als je iets wil opbouwen met cultuur en DNA, met een bepaalde speelwijze, een soort blueprint voor het komende jaar. Ja, die momenten heb ik ook meegemaakt bij PSV. Daarin kan ik ze heel erg helpen, want ik ben er zelf bij geweest. Hier heb je alle mogelijkheden. Ze willen heel graag doorschakelen in de manier van opleiden. Niet alleen op het veld, maar ook rondom het veld. Dat vind ik wel mooi. Ja, daar wil ik me graag een steentje bij duiden. Dat we over 3 jaar kunnen zeggen, hé, daar ligt iets mooi. Dit is de manier van werken van LA United. Zo doen zij het talent opleiden. Dit is de manier van spelen. Maar ook hier is ruimte om andere mensen de kans te geven. Zoals we ook zelf zijn, we zijn een people's club. Waarin ze zeggen, ja, we zijn meer dan een voetbalclub. Weet je, zoals Barcelona heeft. Nou, als dat over 3 jaar redelijk als basis staat, zou dat mooi zijn. Ja. Je zei net, ik begin wel een beetje thuis te voelen. Ik stap aan de goede kant van de auto in. Ik heb even een klein testje. Ja, als jij wordt gevraagd of je komt naar de Babi. We beginnen makkelijk dus. Wat is dat dan? Ik wil het niet weten. Je wordt uitgenodigd voor een Babi. Een barbecue. Ah. Ja. Ja, goed. Maar dan word je gevraagd om snacks mee te brengen. Snacks. Snacks. Eieren? Frikandel of niet? Dat zou lekker zijn. Worstjes. Worstjes, ja. Worstjes. Snacks. En als je je nou helemaal crook voelt. Dat vond ik ook een moeilijke zelf, hoor. Van, ik ben crook. Ik kom niet vanavond. Beetje down of zo? Beetje ziek. Ik voel me niet lekker. Ik ben helemaal crook. Ik ben helemaal... Op. Daar heb ik weinig last van, moet ik zeggen. Tot slot, weet je wat je doet als je naar de servo gaat? Servo. Is het toilet? Service. De service station, oftewel tanken bij de servo. Service, oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja. Moet je even kijken waar je moet gaan staan. Hè? Met stuur aan de andere kant. Dat is even wennen. Ja, precies. Ja, je hebt een korte naam. Ze houden hier van afkorting. Dat heb je denk ik wel gemerkt ook. Heb je al een bijnaam? Een nickname? Voor hem is er al, ja, ik kijk even naar Matt, de media man van United. Is there already a nickname for Ernest? Mr. PSV. Mr. PSV. That's not very short. I mean, Jono, you know all these names you've got. Ernie van Bert. En de rest. We'll think of something. Nou, heel erg bedankt. Heel veel plezier en succes ook met de club hier. Ja, dank voor je bijles. Even vaker bijles kunnen nemen, want ik loop naar achter, hoor ik. Je bent beter op de hoogte dan ik. Maar goed, het is prettig hier, dankjewel. Leuk dat je er was. Brabant van Guus Meeuwis. Daarvoor hoorde u Ernest Faber, die onlangs Eindhoven inruilde voor Adelaide. Hij is trouwens niet de enige Nederlander die zich bij de club heeft gevoegd. Ook Sparta-verdediger Bart Vriends heeft de oversteek gemaakt en heeft nu een contract bij Adelaide. Toen we maandag even bij het stadion stonden te wachten, gebeurde er iets onverwachts. Kon je Nederlands praten? 3 mannen met Bart Vriends outfits in de handen. Nou ja, wij zijn hier voor Bart Vriends om hem te ontmoeten. Groot fan, uit Nederland, helemaal overgekomen. Maar toch niet speciaal voor hem? Nee, niet helemaal speciaal voor Bart, maar wel een klein beetje. Wij zijn hier op reis in Australië. En voordat we dit plan hadden bedacht, zaten we bij ons thuis in ons studentenhuis op de bank en dachten, we gaan wat geks doen. We sturen hem een berichtje en binnen een paar uur reageerde die. Nou, geluk kon niet op. Ja, en hier staan we dan. Met shirtje in de hand. En over een uurtje een afspraak. Een koffiedate met Bart. 6 uur voor gereden. Dus het is wel echt een van de hoogtepunten van de reis, zeg maar. Maar echt alleen voor die afspraak helemaal naar Adelaide gekomen dan? Ja. We komen eigenlijk uit Melbourne. En een week geleden werd het definitief. We zijn vanochtend vanuit Melbourne, een paar uur ervan af, vertrokken. 6,5 uur gereden voor dit. Maar zijn jullie echt groot fan van hem zelf? Wij zijn echt groot fan van Bart Vriends. We volgen hem al een aantal jaren. We zijn al naar de wedstrijden bij Sparta geweest. En ja,
we luisteren ook de podcast. Dus ja, wij zijn wel een groot fan van Bart Vriendje. Dus was het huilie toen hij aankondigde dat hij naar Australië ging, of niet? Eigenlijk niet. Eigenlijk was het alleen maar, alleen maar positief. We hadden niet eigenlijk het idee van, nou, we kunnen daar iets met een voetballer ontmoeten. Nou ja, ineens Bart Vriends was ook nog eens een van de favoriete voetballers uit Nederland. Dus ja, dat was alleen maar positief toen hij zei, ik ga naar Adelaide. En voor ons lag dat op de route. Dus, toevallig, want 10 weken dus. Ja. Dus dit is het hoogtepunt. Ja, dit is wel echt zeker een hoogtepunt. Het was vooraf al vastgesteld door ons dat dit wel het hoogtepunt zou zijn van de reis. Hoe ver zijn jullie qua reis van die 10 weken? We zitten momenteel week 4. En we hebben het nu dus Sydney, Tasmanië en dan Melbourne. En nu dan 1 nachtje Adelaide. En daarna gaan we weer terug naar Melbourne en vliegen we naar Brisbane. Gaan jullie hem nog in actie zien, denk je? Nou, we gaan hem vragen voor een potje two-touch. Dat is een hooghoudspelletje. Wij zijn al een paar weken druk aan het oefenen. Dus we gaan kijken of we hem kunnen uitdagen. Nou, heel veel plezier. En wat leuk om jullie hier zo in de shop van Adelaide United te ontmoeten. Heel veel plezier. De hoogtepunt halverwege de reis. Of dit overtreffen valt? Nee, dit is niet overtreffen. Dit wordt misschien wel het mooiste moment van het jaar. Helaas voor de mannen zat dat potje two-touch met Bart er vanwege een blessure niet in. Maar ze hebben wel gezellig bijgekletst met hun idool. De foto van de ontmoeting staat op onze website. Tot zover SBS Dutch van deze woensdag 25 september. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Die is gratis te downloaden in de Apple Store of via Google Play. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. De uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. Ik wens u een hele fijne middag. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.